Hi, ik ben Sophia Notenboom. Ik zit op de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving op Artes in Arnhem. Deze opleiding bestaat 50% uit kunstenaarschap en 50% uit educatie. Het leuke hierin is dat je zelf de keuze mag maken in hoeverre je wat toepast. Dus in educatie en kunstenaarschap, maar ook welke technieken je gaat gebruiken. Ik ben nu bezig met een Toyobo-druk. En dat is een techniek die door middel van een zinkenplaat wordt gedrukt. En het mooie hieraan vind ik dat het zo'n langzaam proces is. Dat de foto, die heb ik vorig jaar gemaakt. Dat was een hele snelle foto. En ik vind het contrast mooi waar ik nu de tijd kan nemen om een hele langzame afdruk te maken. Natuurlijk is het veel makkelijker om een stuk papier in een printer te doen en zo mijn digitale foto af te drukken. Maar juist zo zorgvuldig omgaan met de foto die je hebt gemaakt, daardoor krijgt het veel meer waarde voor mij. Het mooie is dat deze dingen voor altijd blijven bestaan. Dit zinkplaatje is voor altijd bruikbaar. Het is onverwoestbaar. Vorig jaar was ik bijvoorbeeld heel erg bezig met werken met hout. En dit jaar veel meer met fotografie en verschillende druktechnieken. Ook in het combineren van materialen en technieken. En voor mij is de vrijheid daarin het allerbelangrijkste.